Nou, we zijn vertrokken hoor. Met de quad richting persoon niet aanspreekbaar, verdenking reanimatie. Ja, melding persoon verdrinkt. Persoon aangetroffen is nog boven water. Als zelfs deze John Deere trekker de boot niet in de water krijgt, dan krijgt niemand dat. Lifeline naar 1 is ook gekoppeld aan de melding. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, Elders Pudeval en Moor. En zoals 2 dagen terug beloofd met de reddingsbrigade. Of niet beloofd, zoals gezegd 2 dagen terug met de reddingsbrigade vandaag. We gaan vandaag de boot pakken. We pakken de jetski ook nog wel ergens tussendoor. En tot slot pakken we nog wel even de auto. Dus pakken gewoon weer, wederom, lekker, alle drie. Mooi dagje, het is nog rustig op het strand. Ik had verwacht dat het wel wat meer zou zijn. Spannen anders even een jetski in. Of een jetski, wat zeg ik nou? Ik zei naar de boot, jetski en de auto. We pakken anders even een quad. Ik weet alleen niet waar ze op staan. Of rood. Ja. Ja. Ja, die moet je tegenkomen. Dus pakken gewoon de auto alvast. De lifeguard. Nou, die moeten we even uitzetten. Zo. Oké, nou, we gaan eens kijken. Pakken de auto alvast. We gaan even zo'n quad zoeken. Krijgen we een melding. Scheuren we gewoon naar de boot. Ewa. Hier staan jetskis. Ik weet niet of ze van de reddingsbrigade zijn, maar ja, zoals de vorige keer, wat ik al had laten zien, je kunt er wel tegenop rijden, maar je kunt ze niet meepakken. En ik heb dat ding ook nog gesloopt. Ik moet wel even de tijd in de gaten houden, want het is vandaag, hoeveel is het? 22 juli. Geloof ik, voor mijn telespeaker. Ja, dat betekent dat het zometeen Formule 1 is. Wil ik wel graag zien. Maar nog genoeg tijd. Nou, ik heb al mijn hele auto meteen beschadigd. Er ligt een steen, geloof ik. Ah, we waren op zoek naar een quad. Oh. Oké, daar is iemand onwel geworden. Het probleem is een beetje... Kijk, als ik nu achter de auto pak... Ik kan hier niks uitpakken. Maar we kunnen wel... reanimeren. Oh, we hebben zo te zien een nieuwe melding. Ja. Oké. Pak even de verharde weg. Dat gaat iets sneller, denk ik. Nog kunnen we hier niet te hard rijden natuurlijk. Het is lekker rustig. Ondanks de, hoe heet het? Speak adder. Ondanks dat we niet, hoe heet het? Zeg snel. Niet de boot hebben, kunnen we wel gewoon reanimeren. Zijn te plaatsen, meldkamer gaan een kijkje nemen. Oké, ziet er niet goed uit. We starten de reanimatie. Ik graag ambulance deze kant op. Oké.
Oké, we zijn begonnen hoor. 1. Ja, dit gaat allemaal wat te langzaam. Dat moet je instellen, vergeet ik steeds. Dus let niet op de beats per minute. Aan het beademen. Nog een keer. Yo. Beetje beademen. En nog een keer. Kijk goed hier. En we beginnen weer te duwen. 1. 2. Beetje raar, maar normaal het... misschien niet moeten zeggen. Ik wilde zeggen een beetje raar, maar normaal krijgen we na 10... Hé, een quad. Dankjewel. Nu heb ik wel de quad gevonden. Normaal krijgen we na een minuut het heeft geen zin meer, stop er maar mee. Nu is die quad natuurlijk ook weg. Ja, ik zie hem al niet meer. Dit is echt die lijn van als je hier rent kun je rennen, als je hier loopt gaat het allemaal wat traag. En heb je ook in het op het strand in Nederland, joh, als je daar dan even loopt dan loop je hier goed en hier kom je bijna niet vooruit omdat het vet kut is. Ja, echt vet kut. Oh, ik verdrink half. Klim erop dan. Nou, deze kan ik ook pakken. We hebben gewoon keuzes hier. Maar wat ik dan niet snap, ik ben op het water, heb ik dienst. En dan krijg ik alleen een melding op het land. Vriend. Dat is mijn quad. Nou, we zijn vertrokken hoor. Met de quad richting persoon niet aanspreekbaar, verdenking reanimatie. Halen we niet. Halen we wel, maar over realisme gesproken halen we dat niet. Oh, realistisch man. Ewa. Wat is het? Yo, ziet er niet echt leven uit. Start reanimatie. Pot non de jure. Oké, nou. Vindt goed. Maar ik schouw er rustig steeds naar die andere mensen onderweg. Dan pakt hij deze ook maar meteen mee. Echt rustig op het strand. Joh, heerlijk weertje toch? Nee, die gaan we eens niet meer aannemen. Yo, een vogel.
Oh, een paal. Oh, nog een. Ik geloof toch echt dat ik op het waterdienst heb, jongens. Ik wil watermeldingen. We hebben nu de auto al gehad, we hebben nu de quad al gehad, we hebben nu een lekker wij. Een grapje, mensen. Rustig aan. Het is gewoon onder de 18 hoor. Jullie kunnen gewoon blijven kijken. Ik heb je quad weer terug, hè, vriend. Het is mijn post. Sta je wat boos te worden door je quad. Oh, mijn boot gaat er vandoor. Maar, jongen. Vind jij dit nu nog normaal? Hallo, zie je iets? Oh, daar gaat iemand verdrinken. Ja, die hebben we nodig. In the water. Pak die boot, begint te varen. Mensen aan de kant. Oh, god. Hier zwemt iemand. Ja, rechts een jetski voor mij. Nou, hier zal niemand meer zwemmen. Daarachter gaan A380. Ja, melding, persoon verdrinkt. Een beetje rare locatie, toch best ver van de kust af. Of ja, alhoewel. Oké, hier persoon aangetroffen. Gevaarlijk gebiedje. Ik weet niet waarom het gevaarlijk is, maar... We gaan naar heen, man. Hij gaat er zelf al vandoor, joh. Begin te gooien. Ja, ik heb hem hoor. Kom mee. Hoppa. Kom. Voordat je verdrinkt, dan moet je weer een meer. Daar hebben we geen zin in. Nu leef je nog. Poef. Yo. Kijk eens. Alsjeblieft, pik. Tot de volgende. Meldkamer al de controle, nou, wij hebben niemand meer nodig hier verder. Zo maakt het goed, ik vraag me wel of waarom die was aan het zwemmen, maar dat is niet mijn probleem. Hè. Hier zwemt ook iemand, sorry. Ja, ik heb wel een toeter. Ik heb nog steeds niet aangepast naar Nederlands, ik weet niet of ik dat net ook al had gezegd. Maar goed, hij is rood, en reddingsbrigade is oranje, besef ik nu. Maar goed, jullie snappen wel, het heeft iets te maken met reddingsbrigade. Ja, mensen gaan verdrinken. Ja, boot 01 is al vertrokken richting persoon die is aan het verzuipen. Ik had jullie natuurlijk bij de vorige... Nee, dat was trouwens niet waar. Nee, laat maar. Oeh, die klap op het water doen pijn, hè. Persoon aangetroffen. Is nog boven water. Dat is veel te ver door. Maar goed, we hebben hem wel hier vanaf gered. En ja, klik los. Yo, even tegenaan rennen. En poef. Alsjeblieft, jongen. Help je nu even. Ze zit een beetje vast. Ja, nee. Oh, we gaan terug. Ja, water helpt ons al. Wat een basis. Die zee toch ook. Hoe gaat de lifeliner? Zullen we even gaan achterna gaan? Maar kamer, einde inzet. Alles is goed verlopen. Wederom niemand meer nodig. Oeps. Wat een entree. Hoi, waar was het daarachter?
Oké, dat hebben we dus niet. Oké. Met elkaar grijmen. Hoi. Goedendag, hallo. Ja, ziet er niet goed uit. Staat er, ja. Oké. Ja, dat zei ik al. Iedereen gaat dood. Yo, oké. Sorry. John Deere trekker gevonden en we gaan onze boot in water induwen. Oh, hier liggen mensen. Oh, sorry. Ja, sorry. Als zelfs deze John Deere trekker de boot niet in de water krijgt, dan krijgt niemand dat. Nu heb ik hem, let op. Zandkasteel. Poef. Oh, sorry mensen. Poef. In de water. Nou, nu zit hij hoor. Oh, mijn ding. Mijn merk. Oké, goed. Bootje in de water. Iemand is aan het verdrinken. Oh. Ja. Oeh, hier zwemmen heel veel mensen. Hier zwemmen nooit mensen. En dan gaan hier wel mensen zwemmen. Een beetje eromheen. Aan de kant, reddingsbrigade moet er langs. Mensen aan de kant, sorry. Dat gaat pijn doen. Ik dacht, ik ga van zoveel mogelijk naar mijn post. Want dan gaan we zo meteen de laatste melding doen met de auto. Alsjeblieft, hè. Vriend, je bent uit het water. Alsjeblieft. Zo. We zijn helemaal niet dicht bij de post. Besef ik me nu. Oké, nou dan pakken we deze nog even. Voor terug naar de post te gaan. We gaan vandaag eens niet met de jetski. Hebben we bedacht. We pakken nu nog de auto na de laatste melding. En dan is het goed geweest voor vandaag. Ah, sorry mensen. Jullie gaan allemaal driekwart kopje onder, joh. Dat is zo niet gezond. Wat zien we? Iemand die onwel wordt. Dat is goeie.
Ewa, wat is het? Jij lijkt op een politieagent met een... Oké, sorry hoor. Ja. Lifeliner 1 is ook gekoppeld aan de melding. Weer eens beademen. Oh, zijn we te veel aan beademen. Maar ja, in deze hele mod klopt de hele reanimatie setting dingen ook niet. Dus let vooral niet op hoe ik reanimeer in deze mod. Want het is ten eerste te langzaam, ten tweede te weinig en ten derde iedereen gaat dood. Je moet natuurlijk 30 keer drukken, veel sneller dan dat ik nu doe. Als je niet weet, sing your staying alive en is het ja, op dat liedje even drukken. En dan doe je 2 keer adem en dan wat door en bla bla bla. Mensen, kijk jullie bedankt voor het kijken. Wat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En als ik heel goed nadenk, is dat een roleplay video met de brandweer. Dus laat je verrassen en ik zie jullie graag over 2 dagen. Doei!